Er bestaat een toenemende belangstelling voor de hovercrafts, de Engelse voer- of vaartuigen die zich op een luchtkussen voortbewegen. Oosterse prinsen waren onder de 300 gasten van luchtvaartminister Julian Amery, die hier de nieuwste machines, waaronder de reusachtige SRN-3, op hun kwaliteiten kwamen beoordelen. Er stond een storm waarin windsnelheden van 100 km per uur voorkwamen, maar dat verhinderde niet dat er gedemonstreerd werd. De buitenlandse bezoekers toonden veel interesse voor het model van de SRN-4, dat onder andere door minister Amery op afstand bestuurd werd. Deze hovercraft is ontworpen voor passagiersvervoer over het kanaal tussen Engeland en Frankrijk. Hij zal plaats bieden aan 600 reizigers, als hij gebouwd wordt. Bijzonder boeiend waren de demonstraties met de echte reuzen, zoals de SRN-5 en de nieuwe SRN-3, die zich beide van de fikse storm en de zware golfslag niets aantrokken. Engeland heeft al orders ontvangen uit Canada en Amerika. Zweden en Japan bouwen hovercrafts in licentie. Men hoopt nu met deze overtuigende demonstraties te bereiken dat ook de vertegenwoordigers van andere landen van bezoekers kopers zullen worden.